Ja. Ondernemen in Amersfoort, hoe is dat? Ja, als ondernemer, als Amersfoort, ja, we zijn al 20 jaar ondernemer in Amersfoort. En ja, het gaat op zich prima, maar als je me vraagt over gemeente Amersfoort en politiek. Ja. Alex, even tempo erin al gooien alsjeblieft. Onder de camera erbij is, wil ik dat je gewoon even tempo erin gooit. Waar moet ik aan denken als ondernemer zijn? Ja, dat zou misschien versoepeling van de vergunningen, versoepeling van de horeca voor het mogelijk maken. Dat het misschien makkelijker is voor de terrassen. Ja. Lopen jullie nog wel eens tegen beperkingen aan dan, bijvoorbeeld met vergunningen? Nou, ik vind wel dat zeg maar, wat de Amersfoort wel de laatste jaren en het trend in Nederland, dat we meer naar buiten zitten, meer terras. En dan denk ik, ja, het terras mag beter verzorgd worden. We moeten altijd op donderdag, vrijdag, zaterdag moeten onze terrassen altijd opruimen. Ja. Dat is best lastig voor ondernemers. Ja. En waarom moeten jullie ze opruimen? Nou, het is binnenstad en veiligheid. Ja. Dan is het wel handig als je de terrassen opruimt. Zou jij nou een verbetering vinden in verband met die terrassen en de vergunningen daarvoor? Ik denk persoonlijk dat je meer de voorzieningen voor gasten verbeterd kan doen. Door heaters te plaatsen, gasheaters. Ja, nu heb je elektrische heaters op het plein. Ja. Ja, en elektrische heaters is toch niet zo warm. En gasheaters. Je mag eigenlijk je parasol helemaal niet aan de zijkanten dichtmaken. Ja. Dus het moet gewoon open zijn. Ja. Dus dat zijn allemaal wel regels. Als je een vergunning aanvraagt, wordt die snel verleend? Gaat dat, zit dat tempo in? Dat valt soms wel mee, ja. Valt het mee of valt het dan tegen? Soms ook tegen. Ja. Dan duurt het gewoon erg lang of zijn er weer allerlei extra vragen of wensen? Nou ja, ik ben er bijna anderhalf jaar bezig geweest om zonneschermen bij aan de voorgevel te plaatsen. Dus het was drie keer afgewezen. Ja. En uiteindelijk wel goedgekeurd? Na de wens van de gemeente is het eindelijk goedgekeurd. Waarom wordt het dan eerst afgewezen? Wat is er dan het probleem? Omdat het de pand stadsaanzicht is, een hele mooie pand. En dan willen ze toch op een bepaalde manier dat je een bepaalde uitstraling hebt. En dat de zonneschermen s'avonds dicht kunnen en dat het pand zichtbaarder is. Terwijl ik een horecagelegenheid heb van 9 tot 2. Ja. En dan denk ik bij mezelf, dan moet het de zonneschermen dicht voor 2 uur 's nachts tot volgende dag 9 uur. Ja. Al die toeristen die dan ook voorbij komen? Ja, absoluut. Ja, ja. Oelala! Als een politieke partij, wat zou die moeten doen om jou zo over de streep te trekken om op hun te stemmen? Wat zou zo'n politieke partij dan in zijn programma moeten hebben? Werkgelegenheid, versoepelingen van de vergunningen. Ja, ik vind dat onze binnenstad een hele mooie historische binnenstad is. Dus op zich, leegstand is er al minder, maar ze kunnen nog bekijken wat er nog meer mogelijkheden zijn. Als ik het goed begrijp, loop jij niet dagelijks tegen beperkingen aan waardoor je zegt, jeetje, dat de gemeente daar nog niks aan gedaan heeft? Nee, ik heb er nog niet echt veel last van, gelukkig. Qua ondernemingen mag ik er absoluut niet klagen dat ik in december maand, ben ik al sowieso heel goed druk. Maar ik vind het wel leuk dat je een plein gewoon gezellig en leeft. En ik zeg altijd, reuring is altijd leuk. Ja, precies. Dus heel veel... En waar gebeurt dit eigenlijk allemaal, Ab? Was het niet onder de toren? We doen het met de broers, hè? De vier broers natuurlijk, hè? Niet vergeten. Al heel lang, hè? Ja, al meer dan 19 jaar zijn we bezig als ondernemer. Dus, ik heb vond het een hele leuke avond met jullie. Maar zonder deze jongens die hier staan, dames.